Welkom bij Zomervisite. We zitten op een tropische dag op de Mariozee. Prachtige plek aan de Maas. En ik zit bij Mohamed Akrouni. Omdat ik heel veel van jou wil weten, Mohamed. Welkom. Dankjewel. Ja, wat een plekje. Heerlijk. Ja. Een cadeautje dit. Een cadeautje. Echt wel. Mohamed, kun jij iets vertellen over jouw achtergrond? Waar ben jij ter wereld gekomen? Ik ben geboren in Marokko. Heb daar tot mijn 7e gewoond. En vanaf mijn 7e woon ik ook in Tiel. Dus vanaf mijn 7e zijn we rechtstreeks naar Tiel gekomen? Ja, vanuit Marokko. In het kader van de gezinshereniging. Mijn vader was destijds werkzaam bij Flipje. De jamfabriek. Ja. Na een aantal jaar heeft hij op een gegeven moment besloten om de rest van het gezin over te brengen. Dus jouw vader is eerst alleen hier naartoe gekomen? Ja. Ja. En uit wat voor soort gezin kom je? Uit een Marokkaans traditioneel gezin, die tevens ook een islamitische achtergrond hebben. En broers, zussen? Ik ben de oudste van de rij. Ik heb nog twee zusjes en twee broertjes. Mijn jongste zusje was een babytje toen ze net in Tiel is komen wonen. Dus was net in Marokko geboren. En dan heb ik nog een broertje die hier in Tiel is geboren. Dat is de enige. Ja. 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 En iedereen ken je natuurlijk als jongerenwerker. Jij bent je gaan specialiseren, maar er is een reden dat dit pad jouw pad is geworden. Jazeker. Ja, ja, absoluut. Waar komt dat vandaan? Een kleine correctie. Ik werk met jongeren. Ik ben geen jongerenwerker. Ik heb die functie wel eens bekleed. Ik ben jeugdhulpverlener. Daarin ben ik in afgestudeerd. En van daaruit werk ik met jongeren. En nu ben ik meer trainer en coach. Een jongerentrainer en een jongerencoach. En ik probeer jongeren te empoweren. Om te zien dat ik bezig ben om jongeren te helpen om zichzelf weer te gaan ontdekken. Hun kracht te gaan ontdekken. Een toekomstperspectief te ontdekken. En dat ze vervolgens zelf de leiding gaan nemen over hun eigen leven. Ja, maar dat komt ergens vandaan. Ja, dat komt ergens vandaan, zeker weten. Nou, nou word ik dan denk ik even open. Dat moet denk ik ook wel. Ik heb uiteindelijk heb ik dit werk te danken aan mijn vader. Jouw vader? Ja. Ja. Mijn vader, de wijze waarop hij mij heeft grootgebracht, daarin heeft hij mij laten zien dat het anders kan. Dus de wijze waarop ik opgevoed ben en een relatie met hem heb ontwikkeld, heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk de keuze heb gemaakt van joh, ik ga andere jongeren ondersteunen bij mogelijke zaken die niet goed verwerkt zijn of een plekje moeten krijgen, et cetera, et cetera. Maar wat was zijn rol dan daarin? Ik moet ook een klein beetje respect proberen te hanteren voor mijn vader, dus ik ga niet in details treden. Maar het is een moeizame relatie geweest. Ja, laten we het daar maar even op houden. En heeft dat te maken met die traditionele achtergrond waarin jij... Ja, ook. Dat heeft met heel veel zaken te maken. Het heeft te maken met de gezinshereniging. Het moment dat we elkaar pas na 7 jaar elkaar... elkaar natuurlijk volledig ontgroeid. Precies. Dat we elkaar tegen zijn gekomen. Dat we elkaar moesten leren kennen. Want zo lang heeft dat geduurd voordat het gezin naar Nederland... Ja. Ja. Ja, heeft te maken met zijn eigen achtergrond, de wijze waarop hij zelf is grootgebracht. Nou ja, al die aspecten hebben daar uiteindelijk invloed op gehad. En hij heeft echt zijn best gedaan. Hij heeft mij in ieder geval opgevoed vanuit zijn eigen kunnen. En dat ben ik er zeer erg van bewust. Maar goed, het is niet altijd helemaal gegaan zoals je dat zou willen wensen. Maar het is oké. Okay. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik uiteindelijk in dit werk terecht ben gekomen. Jij hebt bedacht, dit... mogen andere kinderen met zo'n culturele achtergrond niet meemaken? Even los van de culturele achtergrond. Nou, dat speelt me natuurlijk wel mee. Ja, nou ja, het is een feit dat ik een Marokkaanse achtergrond heb. Maar de problematiek waar kinderen en jeugdigen te maken hebben, of mee te maken kunnen hebben, dat staat los van de culturele achtergrond. Dat zijn universele problemen
dat problemen die in een christelijk gezin voor kunnen komen, of in een islamitisch gezin, of bij een Nederlands gezin, bij atheïsten, ja, dat maakt aan. Maar goed, er was een bepaald moment dat jij dacht, ik ga het zo doen. Nou ja, je stelt me de vraag van wat is de mogelijke oorzaak? Want waar komt het vandaan? Dat je uiteindelijk in dit werk terechtkomt. En de basis ligt bij de opvoeding die ik heb gehad van mijn vader. Daarnaast hebben nog heel veel andere zaken gespeeld in mijn ontwikkeling. Die ik ben tegengekomen, die mij hebben getriggerd. Die mij hebben geïnspireerd om nog een bewustere keuze te gaan maken voor... Ja, het werk wat ik nu uiteindelijk doe. Wat ik inmiddels bijna 24 jaar doe. Zaken zoals? Ik heb bijvoorbeeld toen ik een jaar of... 19, 20. Toen zat ik zelf nog in de horeca. En in de horeca ontdekte ik dat het best moeilijk was om als Marokkaanse jongen ergens binnen te komen, om een baantje te kunnen vinden. En als je dat lukte, ja, als je dan werd aangenomen, ontdekte ik dat als je niet over sociale vaardigheden beheerst, dat het soms heel erg moeilijk is om je staande te houden in zo'n bedrijf. Zeker wanneer je te maken hebt met collega's die je triggeren, die uitdagen, die vervelende opmerkingen maken, van hoe ga je ermee om? Ja. Op het moment dat je daar verkeerd op reageert, ja, dan lig je al vrij snel uit. En dan krijg je al die stempel van ja, het is een Marokkaan, zie je wel, het gedrag, bla bla bla. Dat heb ik heel bewust ondervonden. Wat ik daarin heb gerealiseerd op dat moment, was van joh, het is echt heel erg belangrijk in Nederland dat je een opleiding volgt, dat je een diploma haalt en dat je de taal spreekt. Je hoeft het niet perfect te spreken, maar dat je... Je moet de taal beheersen. Beheersen, ja. En dat je kan communiceren. Ja. Met die twee, die twee zorgen ervoor dat je de kansen vergroot om uiteindelijk een baan te vinden. En als je dan een baan hebt gevonden, zorg ervoor dat je de nodige sociale vaardigheden eigen maakt om jezelf staande te kunnen houden. Dat besef heeft mij getriggerd, heeft mij geïnspireerd om die boodschap over te brengen naar andere Marokkaanse jongeren. En zo heb ik in Tiel destijds, in die periode dat ik rond mijn 19e, dat was volgens mij in 1992, heb ik een project opgezet voor Marokkaanse jongeren in Tiel, PIMJT, Project Integratie Marokkaanse Jongeren, Tiel. Terwijl je zelf nog hartstikke jong was? Ja. Ja? Ja. En wat hield dat project in? Wij probeerden met dat project, want ik was niet alleen, ik ben een van de oprichters van dat project, maar het team dat bestond destijds uit 7 man. Wij probeerden Marokkaanse jongeren bewust te maken van dat er in Nederland heel veel mogelijkheden en kansen zijn, sowieso. Het is wel belangrijk dat je ervoor zorgt dat je een diploma haalt. Dat je sociale vaardigheden beheerst, maar dat je ook keuzes moet gaan maken. Dat ze ook bewust werden van een aantal thema's, mogelijke belemmeringen, mogelijke blokkades, die hen op een gegeven moment kunnen belemmeren om een goede stap te kunnen maken, om een plekje te kunnen vinden in de samenleving. Had jij voor jezelf toen al bedacht, mijn toekomst ligt hier? Dank je wel voor die vraag. Nee, dat is een heel belangrijk moment geweest in mijn leven. Die ook, dat was dus voordat ik met dat project ben begonnen. Toen was ik een jaar of 18. Toen ontdekte ik bij mezelf dat ik het heel erg moeilijk vond om een richting voor mezelf te bepalen hier in Nederland. Ik liep vast. Waar wil ik naartoe met mijn leven? Wie ben ik? Wat ben ik? Wat is mijn toekomst? Die dingen speelden zeker allemaal mee, maar vooral ook bij die leeftijd. Ja, maar vooral ook wat wil ik met Nederland en wat wil ik met Marokko? Want ik realiseerde op dat moment dat Marokko nog ergens in mijn achterhoofd zat. Ja, daar kom je van. Ja.
En dat het probleem wat er op dat moment ontstond, namelijk dat ik vastliep, dat ik even niet goed zo wist waar ik met mijn leven naartoe wilde, had te maken met de boodschap die ik mee heb gekregen van huis uit. Namelijk dat wij hier tijdig zijn. Tijdelijk? Tijdelijk. Jullie zouden teruggaan? Precies. Dat was al die tijd gezegd ook? Ja, dat was de uitgangssituatie destijds. Hè. Dat was de uitgangssituatie van de gastarbeiders en van de gezinshereniging op dat moment. Want ze zijn hier tijdelijk en vervolgens gaan ze allemaal terug. Die overtuiging hadden ook mijn ouders. Ja. Dus dat heb ik meegekregen. Ja, daar ben je mee grootgebracht. Precies. Ja. Dus dat heeft er wel voor gezorgd dat ik op een gegeven moment even niet meer wist hoe nu verder. Ja. Maar dat besef, dat is het geluk wat ik dan heb gehad op dat moment, is dat ik realiseerde dat dat te maken had met die boodschap. Naar aanleiding van dat stukje bewustzijn heb ik de keuze voor mezelf gemaakt om op vakantie te gaan naar Marokko. En met een opdracht, namelijk te gaan onderzoeken of ik nog iets wil met Marokko. Ja. Nou, dat wat heb ik gedaan. Goed, Ja, of ik mezelf nog verbonden voel met Marokko. Ja. Ja. Stel dat ik geld zou verdienen, of ik dan een huis daar zou willen kopen, of daar wil gaan investeren, of dat ik een opleiding ga volgen die ik ook in Marokko zou uitvoeren. Nou, al die vragen die heb ik meegenomen tijdens dat. Die reis. Ja, precies, het was inderdaad een reis. Ja, ja. Ja. Ik heb daar tijdens die reis, tijdens dat onderzoek, heb ik ontdekt dat ik me niet verbonden voel met Marokko. En dat Marokko zeker in die periode dat het een systeem hanteerde waar ik nooit gelukkig in zou kunnen worden. Nou ja, om een heel lang verhaal kort te houden. Ik heb uiteindelijk de keuze gemaakt, mijn toekomst ligt in Nederland. Ik denk dat dat ook wel heel lekker is, of niet? Dan valt er ook iets van je af. Zeker weten. Dan wordt er iets duidelijk. Zeker weten, zeker weten. Ik kan nog heel goed herinneren dat ik in die periode vaak ook last had van mijn schouders. Klachten. Echt lichamelijke klachten. Op het moment dat ik die keuze heb gemaakt, was het in één keer verdwenen. Moet je nagaan. Ja, en ik ben er vervolgens als een speer gegaan. Dat heeft me ook laten inzien dat het heel erg belangrijk is om keuzes te maken. Ja. En dat is natuurlijk ook die boodschap die jij over wil brengen daardoor. Ja, want ik kom nog steeds jongeren tegen. Of het nou Turken, Marokkanen maakt allemaal niet uit. Die hier geboren zijn, maar op een of andere manier toch nog met één been in Turkije of Marokko staan. Vaak beseffen ze dat niet eens. Ze zijn daar vaak niet eens van bewust. Ja. Want ze hebben van alles meegekregen. Dus wat ik wel probeer te doen in mijn werk, is de jongeren spiegel voor te houden. En zeggen, dit is even de situatie waar jij nu in bevindt. De ene been ligt in hier, land, en de andere been ligt daar. Dat werkt niet. Je moet een keus gaan maken. En het maakt niet uit welke keus je maakt, maar als je maar een keus maakt. Ja, en heb je dat ook dus ook echt kunnen praktiseren. Je bent echt met jongeren aan de slag gegaan. En heb jij al gezien, ja natuurlijk heb jij van alles al zien gebeuren. Ja. Ja, zijn dat mooie processen? Jazeker. Ja? Jazeker. Ik heb dankzij mijn vader, daar wel terug te komen, heb ik zeer dankbaar werk. Ik ben dankbaar dat ik dit werk mag doen. Het is heerlijk. Het geeft mij een goed gevoel, een vredig en een liefdegevoel, dat ik mensen, jongeren, jonge mensen, mag begeleiden, mag helpen om de weg te ontdekken naar het geluk, wat uiteindelijk in henzelf zit. Dus ja, ik kan diverse voorbeelden benoemen van jongeren die naar aanleiding van ons contact. Ja, ze komen natuurlijk niet voor niets bij jou terecht. Mm-hmm. Dan is er echt wel wat aan vooraf gegaan. Mm-hmm. Bij de meeste, ja. Ja? Ja, ja. Nou, in dit geval werk ik met multiproblemjongeren. Dat zijn jongeren die sowieso geen dagbesteding hebben. Dus ze zitten niet op school. Hebben geen werk. Daarnaast hebben ze nog minimaal twee andere problemen. En dat is divers. Het kan van alles zijn. Het kan zijn dat iemand schulden heeft. Het kan zijn dat iemand verslaafd is. Het kan zijn dat iemand nog iets moet verwerken. Nou ja, et cetera, et cetera. Die jongeren probeer ik dan vervolgens te ondersteunen.
om uiteindelijk een nieuwe wereld, een nieuwe situatie, een nieuw leven voor zichzelf te creëren. En wat ik ze leer, ook zeker tijdens mijn training, is nou, uiteindelijk om zelf de leiding te gaan nemen over hun eigen leven. En niet te gaan wijzen naar een ander. Wat in het verleden is gebeurd, dat is verleden. Dat kun je niet meer terugdraaien. Kun je niet omkeren. Nee. Het gaat om nu en de keuze die je nu maakt. En die keuze die je nu maakt, die bepaalt uiteindelijk het resultaat van morgen. Dus daarin leer ik ze dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun situatie en voor hun gemoedstoestand. Of ze zich nou lekker in hun vel zitten of niet, dat is eigen verantwoordelijkheid. Dat komt voort uit de keuzes die je zelf hebt gemaakt. Ja, prachtig. Ja, dit is ook een universele boodschap. Ik bedoel, dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor jongeren waar ik mee werk, maar het geldt ook voor volwassenen. En het maakt niet uit wat voor culturele achtergrond je hebt. Dit is zo belangrijk om dit te snappen. Omdat ik in ieder geval zeer van bewust ben dat mijn situatie, mijn geluk, mijn gemoedstoestand door mezelf wordt gecreëerd. Niet door een ander. Klopt, en dat kun je dus ook aan anderen leren. Dat is mijn werk. Ja. Ja. Mooi. En daarom is het ja, zeker mooi en daarom ben ik zeer dankbaar dat ik dit werk mag doen. En nogmaals, dankzij mijn vader uiteindelijk. Want uiteindelijk is hij de motivator geweest. Ja, die heeft uiteindelijk de baas gelegd. Dus in die zin, even los van het feit dat hij me natuurlijk heeft geleerd hoe het niet moet. Dat is ook een vorm van... Een leerproces. En iets meegeven. Even los daarvan. Heeft hij wel een bijdrage geleverd aan wie ik nu ben. Ja. Ja. En dat is mooi. En daar ben ik hem uiteindelijk toch zeer dankbaar voor. Ja, en ik denk dat heel veel mensen jou ook dankbaar zullen zijn als jij op hun pad komt. Ja. Ja. Ja, maar dat is een wisselwerking. Want daar ben ik... We krijgen een oproep. Ja, we moeten weer gaan varen. Ja, volgens mij wel. Het is een wisselwerking. Ik besef zelf heel goed dat die jongen die op mijn pad komen, dat ze dankbaar mogen zijn dat dat ook mag gebeuren. Maar ik ben ook blij dat ik ze tegen ben gekomen. En dat ik de gelegenheid heb om... Het voorrecht heb om... Om een bijdrage te mogen leveren aan hun ontwikkelingsproces. Ja. Ja. Man, mag ik jou bedanken voor dit gesprek? Is nu al afgelopen? Ja! Het gaat wel heel snel. Nou, graag gedaan. Ja, dat is een prachtige boodschap. Dankjewel. Ja, bedankt.